Deze video van de Meester in Leren gaat over de landelijke referentiekaders voor leerdoelen binnen het tweede graads gebied. Na het kijken van deze video weet je hoe de kaders van het verderend onderwijs tot en met 18 jaar en het middelbaar beroepsonderwijs tot stand komen en welke rol deze spelen voor het formuleren van leerdoelen in jouw les. Om het niveau van het Nederlands onderwijs te borgen en richting te geven zijn de doelen voor de scholen en de vakken deels vastgelegd. Dit gebeurt op verschillende niveaus. Je kunt al deze niveaus zien als referentiekaders waarbinnen je werkt. Hieraan wordt getoetst of wat er in de school of in de klas gebeurt ook de bedoeling is. Het is goed om deze kaders te kennen, maar maak je geen zorgen. Je hebt als leraar enorme vrijheid in je werk. Dergelijke kaders kunnen je overigens wel helpen bij je werk als leraar. Ook geven ze mooie argumenten en handvatten om discussies in de lerarenkamer of tijdens de vergadering te beslechten. In deze video bespreek ik eerst de specifieke referentiekaders van het verderend onderwijs tot en met 18 jaar. Daarna bespreek ik de kaders van het middelbaar beroepsonderwijs, afgekort het MBO, de zogenoemde beroepskwalificaties. Op het meest abstracte niveau zou je kunnen zeggen dat het doel van onderwijs in het algemeen gesteld wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, afgekort OCMW. Het OCMW heeft het volgende doel. OCMW werkt dagelijks aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Een land waarin je zelf mag en kan zijn. Een land waarin iedereen mee kan doen. Waar je de vrijheid hebt om je te ontwikkelen en te uiten. Als iedereen gelijke kansen krijgt, dan kan al het talent in Nederland bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. Deze doelstelling is echter erg algemeen en betekenisloos als leidraad voor jouw lesgeven. In Nederland heeft de Stichting Leerplanontwikkeling, ook wel het SLO genoemd, de taak om de wettelijke doelen en voorbeeldmatige uitwerking daarvan op te stellen voor al het verdurend onderwijs tot en met 18 jaar. Deze zijn per niveau te vinden op de website www.leerplaninbeeld.slo.nl. Kijk bijvoorbeeld naar kerndoel 1 voor het vak Nederlands op het niveau VMBO TL. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. Eén deel van de voorbeeldmatige uitwerking van dit doel is dan gespreksonderwerpen en partners. Je voert gesprekken met bekende en onbekende mensen en mensen binnen en buiten de school. Deze doelen zijn bijna direct bruikbaar als leerdoelen in de onderwijspraktijk. In het MBO wordt gewerkt met de beroepskwalificaties. Voor de meeste beroepen zijn bijzondere kennis en vaardigheden nodig. Daarom zijn er voor het MBO beroepsgerichte kwalificaties opgesteld. Kwalificaties omschrijven de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te starten in een beroep. Het onderwijs en het bedrijfsleven bepalen samen de inhoud van deze kwalificaties in een kwalificatiedossier per beroep. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. De profieldelen zijn specifiek voor een beroep en het basisdeel, ook wel de brede basis genoemd, is verplicht voor alle mbo-opleidingen en omvat algemene eisen voor een beroep. Denk hierbij aan Nederlands, rekenen en burgerschap en op het mbo niveau 4 ook Engels. Om volledig te zijn bestaan er in aanvulling op het kwalificatiedossier met een basis en een profieldeel ook nog keuzedelen in mbo-opleidingen. Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificaties uit het kwalificatiedossier. Een student heeft een grote mate van vrijheid voor welke keuzedelen hij of zij kiest. Keuzedelen zijn wel verplicht om een mbo-diploma te behalen. Het kwalificatiedossier en één of meerdere keuzedelen vormen samen de basis van een mbo-opleiding. Vond je deze video tot nu toe behulpzaam? Klik dan op de subscribe-button. Hiermee laat je YouTube weten dat de video nuttig is. Daarmee help je mijn kanaal verder en kan ik meer video's maken zoals deze. Heb je een vraag of opmerking, zet deze dan in de reacties onder de video. Ik lees ze zelf en beantwoord ze ook zelf. Ik zal je proberen van een bruikbaar antwoord te voorzien. Om het niveau van het Nederlands onderwijs te borgen en richting te geven, is er deels vastgelegd welke doelen het Nederlands onderwijs, scholen en jouw vak hebben. Dit gebeurt op verschillende niveaus. Je kunt al deze verschillende niveaus zien als referentiekaders waarbinnen jij werkt. In Nederland heeft het SLO de taak om wettelijke doelen en voorbeeldmatige uitwerkingen daarvan op te stellen voor al het funderend onderwijs tot en met 18 jaar. Deze zijn per niveau te vinden op de website www.leerplaninbeeld.slo.nl. In het MBO wordt gewerkt met beroepskwalificaties. Het onderwijs en het bedrijfsleven bepalen samen de inhoud van deze kwalificaties in een kwalificatiedossier. Daarnaast moeten er nog keuzedelen behaald worden door de studenten. Kwalificatiedossiers en één of meerdere keuzedelen samen vormen de basis van een MBO-opleiding. Het juist formuleren van leerdoelen is erg belangrijk voor de vertaling van landelijke kaders naar jouw onderwijspraktijk. Voor het formuleren van doelen is het SMART-model de meest gebruikte methode in Nederland. In de volgende video ga ik hier dieper op in. Klik op de link in het scherm om deze video te bekijken. Kijk voor meer kennis over onderwijs, leren en lesgeven ook op de community voor leraren. Je vindt de community via de link in de beschrijving van deze video.